Af! Hoger, harder! Gas! En vriendinnetjes, we komen er weer aan. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Roy heeft Basje en Adriaan, de full package. Ik heb het ook eerder laten zien, volgens mij een vlog van gisteren. Dit is echt gewoon de wereld. Dit is de shit gang. Er is niks beters dan dit op aarde. Nee. En ik wil binnenkort met jou een marathon. Oh yes. Niet lopen toch? Hè? Nee, niet. Nee, ik weet dat je daar niet van houdt. Jij loopt hooguit een paar kilometer in GTA 5 en anders niks. Dit is gewoon cultuur, hè? Basje en Adriaan is gewoon Nederlandse cultuur. Echte Hollandse glorie. Ik weet niet of die mannen nog leven, maar mochten ze leven, ik denk dat ze echt heel oud zijn. Het zou goud zijn om ze een hele vlog te hebben, maar ik weet niet of ze dat leuk zouden vinden. Roy, ik heb een idee. Roy, ik ga een keer verkleed als Adriaan en jij als Basje. Ja, gast! Ja! Want jij bent iets... Jij bent iets cosplay. Kleiner, hè? Een soort van cosplay. Cosplay, ja. Want kijk, ik ben iets langer dan Roy en ik ben dunner. Roy is meer gedrongen en kleiner, dus die past perfect als Basti dan. Dat zou zo grappig zijn. Dan gaan we over straat en zo. Onze ouders verrassen. Gaan we naar je moeder, gaan we naar mijn ouders. Zou je dat doen? Ja, maar dan echt een goede neus erop zetten bij jou, weet je. Kijk, dan moeten we ook die kerkgen hebben. Ja, weet je, die kan je gewoon kopen op Marktplaats en dat soort shit, hè? Dan gaan we helemaal gewoon maken zoals die was. Oh, dit moeten we doen. Als mijn huis af is, pleuren we die caravan gewoon in mijn voortuin, hè? Dat is wel grappig. Heb jij een busje trekhaak? Ja! Nee, ja! Ja, dit is goed. Dit gaan we doen, gast. Willen jullie dit nou zien? Laat even weten hier beneden. Hebben jullie nog leuke ideeën eromheen? Laat even weten hier beneden. Wil je nou abonneren? Dat kan hier beneden. En anders? Helemaal. Ik ga het niet zeggen. Oké. Okay. Fuck, dat helemaal ergens niks. Ja, dat is gewoon een irritant stopwoordje. Dan moet je zeggen, Don, ik vind het irritant. Stopwoordje. En ik dan... Hey, gast, als wij een meeting kunnen regelen met Basje en Adriaan, ik zou niet zeggen dat ik bij iemand snel een fanboy feeling zou hebben, me ongemakkelijk zou voelen en helemaal rood aan zou lopen, maar ik denk als ik Basje en Adriaan ooit in mijn leven zou ontmoeten, zou ik gewoon echt... Dan ontmoet ik mijn twee goden. Dan zou ik gewoon niet weten wat ik moet zeggen. Dan zou ik gewoon echt denken... zou ik vetter vinden dan bijvoorbeeld nu het hele elftal van Ajax ontmoet of zo. Ja, ja. Dat zou ik leuk vinden, maar dat kon niks op tegen Basje en Adriaan ontmoeten. Dan zou ik echt denken van... Wow. Wow, ik zou niet weten hoe ik moet zeggen. Heel gek hoor. Dan moet je gewoon een teamsong gaan zingen met z'n allen. Hallo vriendjes. Die gast. Dat je ze gewoon ontmoet, hè. Dat zijn gewoon twee ware legendes. Het is een stukje van je opvoeding, van je jeugd. Ja. Van je, dat zit in je hart. Ouwe, zij hebben mij de eerste woordje Spaans geleerd. Ja, ouwe. Als ik de president ben. En met de plaaggeest, ik voel het goud. De plaaggeest was goed, man. Dat vond ik ook gewoon nog echt eng ook, hè? Ja. Ja, ik vond die, hoe heet die pop ook alweer? Die klok. Die klok. Ze hadden zo'n pop met zo'n klokhoofd. In Basje en Adriaan. Oh, Robin! Ja, ja! En heb je ook de serie gezien, De Huilende Professor? Weet ik niet. Kijk, weet je wat het is? Basje en Adriaan, net als Ernst en Bobby en een paar van die shows in je jeugd, dat zit hier, daar krijg je heel warm gevoel bij. Maar als je het gaat kijken, en dat heb ik echt sinds mijn 12e niet meer gedaan, zoals een jaar of 11 denk ik. Oh god, dan ga je het goud vinden. Dan krijg je alles weer terug en heel veel nostalgie. Dan denk je, oh ja, dan lig je helemaal dubbel en ik heb gewoon even een freshing up nodig. Ja, de beste vond ik was op reis door Amerika. Dat is de allerbeste, omdat ik helemaal gefascineerd ben met Amerika. Je maakt me warm, vriend. Die marathon moeten we snel doen, hoor. Shit, ja. Maar het is, ik denk echt heel erg van onze generatie. Ik denk... nou, trouwens, Basje en Adriaan hebben lang bestaan, hoor. Maar ik denk, jongere mensen dan ons, denk onder de... Laten we terugzakken naar onder de 16. Ik weet niet of die Basje en Adriaan... Nee, sowieso niet, hoor. Dat leeft veel minder. Tenminste, het kan dus zijn dat je ouders het dan voorschotelen. Maar in onze tijd, toen wij jong waren, was het heel gebruikelijk om dan Basje en Adriaan te kijken. En Peppy en Kokkie. Ja, Peppy en Kokkie en zelfs nog. Terwijl dat echt oldschool. Ja, ja. Dat is nog meer oldschool. Als mijn oma deed van die videobanden. Deze gewoon in de tv. Ja, wij ook. Ja, en dan Peppy. Terugspoelen, vooruitspoelen en Peppy zo. En Kokkie. Ja. Kijken. Peppy en Kokkie inderdaad, dat soort jays. Tegenwoordig heb ik het nog steeds. In mijn boek heb ik een Kokkie en als ik naar een festival ga, ik heb een Peppy. Nou, dat is niet waar, want ik ben nog nooit in mijn leven naar een festival geweest. Dus dat zou lastig worden. Wacht even, meen je dat?
Ik ben nog nooit in mijn leven naar een festival geweest. Nee, shut the fuck. Altijd kroegen of clubs of huisfeestjes. Dat moet je wel echt een keer gedaan hebben hoor. Ja joh, in de toekomst, als het weer kan, dan zou ik dat wel leuk vinden. In deze tijd zijn er alleen wel weinig festivals. Ja. Hey, heb je trouwens op Pippi Langkous gekeken vroeger? Sowieso. Dat was ook van de OG tijd. Pippi Langkous. What the fuck? Wat? Die meneer Nielsen, dat aapje, dat zou je nu nooit meer mogen doen hoor, in een kinderserie. Werd hij mishandeld, hè? Nou ja, gewoon, die kreeg kleertjes aan, die moest alles doen wat ze zeiden. En die werd gewoon voor een cast, werd hij gewoon gebruikt de hele dag. Ja, die tijd was dat dan wel. Dat kan eigenlijk gewoon helemaal niet. Dat is helemaal niet meer ethisch in deze tijd. Kom, we maken een kinderserie, we stoppen een aap in, die kleden we aan. En die moet alles doen wat we zeggen. Die krijgt misschien één glas water per dag. Zit een beetje verfpotten, zit die open te maken en af en toe een beetje te schappen. En ha, grappig. Het is eigenlijk helemaal niet grappig. Oh nee. Het is gewoon dikke animal abuse. We zouden ook als Peppy en Kokkie kunnen verkleden. Ja, jij is de dikke. Ik zou niet eens meer weten hoe die eruit ziet. Nee? Nee, ik weet alleen nog boom, boom. Boing, boing, Kokkie en Kokkie. Wat? Wat? Boing, boing, pam, pam, Peppy en Kokkie. Hopla, eruit. Ja. Allebei opstaan. Hey, haasje Rappy. Kokkie en Peppy. Opstaan, luie Peppy. Ja. Ik weet niet of ik wel goed stond, maar ik kwam in de buurt in ieder geval. Ik kwam best wel in de buurt, ja. Ja, Peppy en Klokkie. Maar... Peppy! Peppy en Klokkie. Als je een huurhorloge hebt, Peppy en Klokkie. Zo. Oh, Peppy en Klokkie, ja, die zullen vast wat festivals gepakt hebben. Zou dat denk ik hebben. Ik heb nog nooit... Ik ben eigenlijk naar een festival geweest, wat raar. Ja, dat is eigenlijk best wel raar, ja. Oké, we gaan gewoon dit jaar allemaal festivals pakken. De één gaan we verkleed als Peppy en Kokkie. Dat is Bastinale, ja. Nou, dan kunnen we in ieder geval wel een keertje in de cover naar zo'n festival gaan. Ja, nou, dat is de juiste reden dat ik er nooit gegaan ben, omdat je niet kan feesten. Dat, Oh, dat vond ik zo grappig ook toen jij bij Walibi Fright Nights met je undercover outfit aan kan zetten. Ja, ik ging stuk. Dat heb ik geprobeerd. Ja, maar ik heb zo'n herkenbare hars, dus met die ogen en die wenkbrauwen en een mega gok om een waffel. Dat gewoon, het werkte niet. Dus ook de enige keer ooit, ik heb één keer geprobeerd bij Walibi Fright Nights om undercover te gaan. Ik had een bril opgezet en een petje en ik had me anders gekleed. En capuchon hebben ze. Capuchon over mijn petje, hoofd naar beneden. Maar ja, je laat zo alles van je leven zien. Ja, ik werd gewoon net zoveel herkend als normaal. Misschien nog wel erger. Ja, het was heel erg, ja. Maar het was ook wel grappig. Ik kreeg gelijk slappe lach. Ja, Roy wist niet dat ik vermomd kwam. Nee. En we zouden meeten, dus we reden allebei heen. En we liepen in het parkkaart te zoeken en hij kwam me tegen. En hij begon gelijk gewoon te janken. Ja, echt. Ja, ik zeg, een poging tot, is mijn eerste en mijn laatste keer. Want... Toen was de vermomming al helemaal blown. Ja. Want er waren heel veel mensen omheen. Ik zei, tot, heb je je nou vermomd? Ja, en dan is zo'n keiharde lach van hem. Die iedereen kent. En iedereen grappig vindt. Dus iedereen kijken. En we stonden ook toevallig bij een fucking groot plein. Midden op een plein. Nou, het was echt... In bij Walibi heb je zo'n plein. En Roy kon alleen maar janken. Ja, je hebt ongelijk. Ik dacht van, joh, I'm out here. I'm out here, bro. Ja, dat was echt heel grappig. Dat was volgens mij nog zo'n scare zone ook. Die kwam van die creature. Ja, was me blijkbaar niet één genoeg gekleed. Ik vind het nooit erg om herkend te worden op straat of zo. Alleen ik dacht gewoon een keer, ja, weet je, het zou wel lekker zijn als ik gewoon naar zo'n park ga. Ja, attractieparken is voor ons echt the worst place to be. Ja, dat is echt zo. Dan word je gewoon stormgelopen, dan word je gewoon platgedrukt. Ja, dat is echt niet normaal. Daar ben jij gewoon een van de attracties. Ja, maar zo klinkt het. Zo klinkt het misschien raar, maar het is wel zo. Ja, zo'n dag is een aardige rollercoaster. Ja. Zo, ik haat verkleden eigenlijk heel erg, hè. Ik doe ook nooit aan carnaval. Nou, maar we gaan gewoon die Basti en Adriaan doen. Oh ja, maar hou jij ook van carnaval? Gast, carnaval? Vind je dat leuk? Ik zou dit jaar gaan, of vorig jaar, 2020, maar ik het laatste moment kon ik niet. Ik zou dat goud vinden, gast. Ik vind dat zo leuk. Dat is verschrikkelijk. Nou, niks voor mij. Gast, Brabanders, jij verliest nu een heel groot publiek Brabanders. Ja, het spijt me. Ik, en Limburgers. Ja, het spijt me dat ik niet voor carnaval. Wanneer een boer zijn melk aan het doen is, oh nee, ik denk dat ik in de carnaval... Ja, ik vind dat goud. Als het weer kan naar carnaval, dan ga ik er 100% heen. Dan kan ik echt vermomd mijn tweede keer ooit. Ja, het is gewoon dom zuipen en verkleed gaan. En iedereen loopt met elkaar te zoenen en one night stands. En de volgende dag heeft de GGD veel vaste klanten. Dus... Veel vaste klanten. Echt Zuid-Hollandse cultuursnuif hoor. Ja, afgelopen jaar was het echt de corona party, hè? Ja, daar is het helemaal fout gegaan. Spread. Daar komt van al dat zoenen en al die anderen zo.
Ja, ja, serieus. In ieder geval, ik moet er vandoor, want het is tijd om... gek te doen bij Shahid. Hij zei, Don, wees op tijd, want er gaat wat gebeuren en je moet op tijd zijn. Dus, nou, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Waarom... zijn bananen... krom. Waarom moest ik hier op een bepaalde tijd zijn? Hoezo moest dat? We zijn voorbereiding aan het doen. Voor? Auditie. Auditie? Dus we gaan gewoon lekker een chille dag hebben vandaag. Want gaan we een reality show beginnen op tv? Wat is de bedoeling? Nee. Wat dan? Ik kan er niks over zeggen, maar je moest gewoon hierheen komen. Gewoon lekker chillen. En aan de andere kant van de wereld wordt iets... Bij mijn huis? Nee, niet bij je huis. Aan de andere kant van de wereld. Gaan we naar Shanghai? Ja, ga maar. We zijn gewoon bezig met een verrassing, want er zit een verrassing mee. Bezig met een verrassing, oké. Okay. Gaan we naar een crematorium, een verrassing. Hij komt er ook gewoon weer mee. 14 februari zijn wij 10 jaar bij elkaar. Oké, okay, en wanneer, wat is de geboortedatum? 12 jaar of zo, hoor. Oh, 10 jaar. Hij wordt 11. Oh ja, ja, sorry. Ja, en hoe oud is Luciano? Hoe oud is Virginio? 6. Nee, al. Oh, sorry. Jezus. Ja, wat zitten jullie te trekken aan mijn onderbroek? Doe normaal. Milana. Je zit er alleen maar haar, hoor. Dat is helemaal niet lekker. Auw. Ja, en jij wil lachen. Zeg er wat van. Ja, je moeder zijn even erg. Ja, hey. Hey. Auw. Milana. Samant, zeg er wat van. Samant vindt het alleen maar leuk. Maar, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd wat het dan gaat worden. En, ja! Is het positief? Ja, sowieso, altijd voor mij. Laatste keer dat ik echt verrast was, dat was toen ik voor het eerst jou gebit zag. Ja! Kom! Waarheen? Jij daar spelen. Moet ik een beetje spelen? Nee. Ja. Nou, heel even dan, kom. Ja. Rennen! Spelen. Wat gaan we doen dan? Ja. Oh, maar hoor ik jou nou zeggen dat het misschien wel een half jaar kan duren? Ja. Maar net zeg je dat ik straks een verrassing krijg? Ik snap er helemaal niks van. Nee, niet. Het is voor de verrassing, maar niet voor vandaag. Maar heeft het met mijn ouders te maken dan of zo? Nee. Ja, maar jij zegt dat ik hierheen moest komen voor een verrassing? Ja. En maar die verrassing is... vandaag. Ik snap er echt helemaal niks van. Nee. Ik laat het los en ik laat het over me heen komen. Shahid, zullen we gaan naar dat dorp, naar die stad, met al die dingen in de trottoir, in de stoep? Hoeren. Putten. Ja, hoeren, dat weet je niet. Trottoir, straat. Hoeren in de stoep. Ja, op de stoep, op die stoep. Op die stoep. Nee, ik zei in de stoep, zei ik. Ah, putten. Jij hoort wat je wil horen, Samantha, wat zie je daarvan? Ja, dat is Jon. Dus jij, het is een diehard hoerenloper. Ken je dat filmpje? Ja, oh, van die vent die, la maar. Nou, ze zei hoe. Nee. Wat zei jij? Ik hoor het niet. Ja, hij is hoeren lopen. Mijn schatje. Ik ben helemaal een kaas. Is mijn schatje. Mijn habibi. Mijn habibi. Is mijn habibi. Is niet mijn kech. Nee, dat is mijn. Nee, we gaan oprecht naar het dorpje Putten. Mijn ouders die zijn laatst naar Putten geweest. En daar zijn ze een hele mooie wandeling gaan maken. Door de bossen van Putten. Er staan ook hele mooie oerbomen. Shahid, ik zit midden in mijn verhaal. Niet doen, loopt hij met zijn grind te gooien. Mijn ouders waren laatst allebei vrij. Ze zijn een boswandeling gaan maken in Putten, dat is dicht bij Shahid. En mijn ouders zeiden, als je nog een keer in de buurt bent bij Shahid, moet je daar echt eens even gaan kijken. Super mooi staan dan van die Amerikaanse oerbomen. Hey, die zijn gewoon letterlijk, als wij met z'n allen naast elkaar gaan staan... Nog dikker. Nee, dan is die boom nog steeds dikker. En wij niet. Dat zeg ik! Oh. Of anders niks. En anders niks. Echt een soort familieuitje dit. We gaan met de familie een boswandeling maken. Gezellig. Ja, jij bent oom Don. Ja, ik ben oom Don. Gio noemt me tegenwoordig oom Don. 3, 2, 1. Wat moet ik met mijn lul in de lockdown? Hey, hey. Wat moet ik met mijn lul in de lockdown? Hey, hey. Wat moet ik met mijn lul in de lockdown? Hey, hey, hey. Wat moet ik met mijn lul in de lockdown? Wat moet ik met mijn lul in de lockdown? Oh yeah, maar hoe gaat het bij de vrouwen? Yeah. Wat moet ik met mijn gat in de lockdown? Ik zie er geen gat meer in. Of je ziet juist denk ik in de lockdown overal een gat, denk maar. Ik ben gewoon om. Wat moet ik met mijn lul in de lockdown? Hey, wat moet ik met mijn lul in de lockdown? Oh, nou eens even kijken. Hey Don, ik weet waar de grootste boom is. Waar dan? De jouwne.
Hij leert het van de beste. je stoel staat ook klaar? Ja. Ik zat ook aan te kijken. Shahid, kans 1 op 10 dat je een beetje nat op die natte stoel moet gaan zitten. Met een natte Arie op een natte stoel. Nou, dat is 3. 2. Ik doe altijd zo. Ja, Steven Scha, eerst voor jou. 3, 2, 1, 7. 2, nu voor mij. 3, 2, 1, 6. Oh! Familie Lekap is er ook gezellig bij. Yo! Gio, denk erom, vriend. Doe op je moeder, dan gooi op je moeder, dan doe. Kijk, hij is goed opgevoed. Altijd je moeder respecteren. Nee, vriend. Probeer het actief je hoofd in die plas en anders niks, hè? Ja, joh. Oh, hij is de lul straks. Dat is de andere kant wit. Hey! Oh, in de buggy. Zij heet veel mee eens. Hè? Ben je van suiker? Ja. Oh. Ondersteboven gaat hij in de plas. Wacht, de auto. Hij is sterk. Hij wint. Ik krijg hem gewoon niet ondersteboven, gast. Wat moet ik met mijn lul in de lang? Kijk hier. Ik heb vanochtend op mijn rooi gedoucht. Helemaal opgefrist. Lekker, Gio. Ik kom een beetje in mijn mond. Lekker voor je. Ik dacht dat ik je hoofd aan het dippen was, maar volgens mij zit ik gewoon met je handen tegen te houden, ja. Hij trappen. Domme tactieken van mij. Kijk, ik had je ook gewoon kunnen laten vallen in die plas, hè. Ik heb je nog gegund. Ik had je ook gewoon vol kunnen laten flikkeren. Ja, maar dat was... Ja, dan had ik te ver gegaan. Maar uiteindelijk zit ik zelf helemaal onder. Alsof ik gevallen ben. Lekker met mijn lul in de lockdown. Een hapje sneeuw is er wat vol. Deze is geleend, maat. Hey, ja. Wat gooi jij net in mijn nek? Ja, klopt, zakje. En dat was een hele grote. Hij pleurt net maar waar moeten we? Zonder te filmen. Ze staat er ook weer niet op. Volle sneeuw bij mijn wafel. En wat vinden we daarvan, Luciano? Mooi, hè? Hey. Kijk, hij heeft een staar. Hij ziet daar deze boom. Vind je hem eng? Ja. Ja, hij vindt de boom eng. Ah, oh, kusje van Milana. Dat is lief. Lief, kijk, lekker knuffelen. Ja. Wat de hel, dat is echt een soort sprookjesbos of zo. Ja, sprookjesbos, hè? Ja, kijk. Je kan goed crossen, nee. Ja, serieus, dat zou wel leuk zijn. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Dit is een heel uniek bos. Met allemaal verschillende planten uit heel de wereld. We zijn op zoek naar een goede grote sequoia-boom, a.k.a. de mammoetboom. Hé, hey, de volgende keer, mam moet mee. Mam moet mee. Mam moet mee. Zo! Mam moet mee. Kom. Waar? Waar? Kijk, Milana ziet er helemaal uit als een prinsesje. Ja, mooi hè? Milana, kom maar. Oh, de lucht is gewoon knapperig. Oh. Ja, ik heb net een windje gelaten. Dat is niet knapperig hoor. Ja, ik hoor even een foto met de kinderen hè. Foto! Slaapzak. Samantha, ga je kamperen met je slaapzak? Ja. Daar ga je tent mee. Nee. Dat is toch goud? Ze hebben een paardenstaart, dat kan. Yo! Oh. Zo! Een dikke sneeuwbal. Jeetje Rak, die pakt de lekkere sneeuwbal en die gaat er teruggooien. En dan valt het uit elkaar. Voertuigen. Shahid, die heeft ook een aardige boom in zijn broek, alleen die heeft geen schors meer. Dat zei je net ook al, hè? Nu moet je hem aanzetten, hè? Ja, klopt. Ik maakte net ook al. Toen lagen we helemaal dubbel. Ik dacht, ik moet hem ook vloggen. Kijk, je hebt hier allemaal verschillende bomen en je hebt hier een eikelboom. Kijk, ja, die vindt het leuk. Altijd grapjes over mij die goed gaan, die gaan zijn goed op. Ja, het is juist. Alles wat ik zeg, en het gaat over ziet wat belachelijk maakt, gaat als mand aan stuk. Ja. We zien hier een boom en die springt er zo mooi uit. Moet je kijken. Het is een beetje net of je... Hij is gewoon veel te gezond in vergelijking met de rest van... Lijkt wel cartoon. Ja, hij is heel vol of zo. Hele grote plas, hele grote plas. Kijk. Nog een keer en terug, kom maar. Het is zo cute. Kijk dan. Moet er niet in springen gewoon, vol in springen. Ja, dat wil ik juist, dat is goede content. Heerlijk. Holy... Moly, wat een boom. De mammoetboom, sequoia.
worden tientallen meters hoog. Van origine komen zij uit Amerika. En ergens in 1800, Shahid, heeft een man zijn zaakjes hier geplant. Net als wat jij bij Samantha hebt gedaan, maar hij deed dan in de grond. Ja, maar hij had 3 bomen zaaien, ik had 4. Hè? Deze bomen zijn krankzinnig. Hier, kijk. 1853 als die... Ja, kijk eens even. Omlopen. Daar staat alle info op. Ik ben op het moment een heel machtig man. Ik heb Shahid's telefoon. Ik kan nu doen wat ik wil. Ik kan 1 op 10 dat ik hem in de plas gooi. 3, 2, 1, 6. Oh! Het enige reden dat we hier naar het bos zijn gegaan is eigenlijk voor Shahid's Instagram. Hij heeft wat foto's nodig. Dus we gaan even. We gaan even een foto's maken. Luciano, ga er eens bij. Gaan we een fotootje maken? Hier, moet je horen, moet je horen. Kijk. Moet je goed kijken, moet je goed kijken hier. Ik hoor het niet. Liet je echt een scheet? Hij moet ik gewoon lachen. Kijk. Ja! Oké, lachen! Kijk, kijk. Oh, oké, wacht even voor. 2, 1, lachen! Lachen! Kijk dan, jongen, dikke boom hier. Dikke stronken, jong. Helemaal niks. Shahid, ben je ook wel stronken? Oh, zo, ik dacht dat hij ging doen. Luciano, jumpen! Springen! Harder, hoger! Hoger, is harder! Ja, gast! Kijk nou! Bommetje! Zitten! Oh mijn god! Hey, Luciano! Ben je een beetje vies of niet? Rennen en springen! Gewoon rennen en springen! Het is ook echt een diepe plas! Oh, dat is een hele kont, zei ik. Hij is helemaal bruin! Oh, wat een modder! Zo! Wat voor de. Luciano, wat heb je op je gezicht? Hey, laat je gezichtje eens zien dan. Hey, kijk. Oh, wat erg. Draai eens om, Luciano. Oh mijn god. Hey, laat je gezien doen. Hey, mama. Jij mag zo meteen. Ik heb helemaal niks. Niet mag de auto zo meteen schoonmaken. Oh, wat erg. Kijk, oh, gaat hij weer verder. Hij is erg. Oh, hij zit helemaal. Nou jongens, we hebben weer een ingenieus plan. We hebben een aansteker. En we hebben vuur. 3, 2, 1. Maar ligt hij ernaast of niet? We gaan hem in ieder geval niet meer open doen. Nou, dat weet ik wel. Wow, ja, Shahid zei nog, ik wil hem openlaten, zei hij nog. Ik zeg, er lopen hier een paar kinderen, laat die maar een paar stappen naar achter doen en doe het glas er maar voor. Echt? Ik zeg ja. Heb jij vroeger nooit met aanstekers gekut buiten dan? Kocht je zo'n pakje, ging ze op de grond gooien? Nee, terwijl hij weer de peuk in zijn hand zit. Of een zwaar vuurwerk aan. Zo, ik hoor opeens wat hier, hè? Ja, joh, heb je het gehoord? Ik hoorde het op wc. Ja, we gooien een aansteker in het vuur. What the fuck? Ik kan er nog één pakken. Met 2 kinderen naast hem. Nee, er zit glas voor. Oh, oké. Ja, het glas overlaten. Ja, hij is gek. Hij heeft een inschattingsvermogen van een koe, die gast. Ik denk echt bij mezelf, hoe krijg hij dit voor elkaar? Met zulke... Ja, met zulke gedachten. Hoe heeft hij dit allemaal? Ja, echt, hoe dan? Jongens, gewoon nooit een aansteker in het vuur. Nee, en ook niet nitraten eraan binden. Ik zeg ook, Shahid, mag ik je aansteker in het vuur gooien? En ik verwacht nee. Jij zegt gewoon ja. Je vindt dat zelf ook leuk, hè? Ik heb vorige keer met hem met oud vuur, had ik er ook allemaal fonteintjes in gezet. Oké, volgend jaar gaan we Cobra 6 erin doen. Nee, tuurlijk niet, gast. Nou, dat waren toch even gezellige chillings bij Shahid. En nou is het tijd om met iemand anders te chillen. Ik ga lekker chillen en logeren bij... Je boy Roy. Saber, wat zit jij te vreten? Een broodje carpaccio. Vuile vet, zo. Ik heb er ook een. Lekker broodje carpaccio besteld. Deze film ook even zien. Hè? Deze film. Een dokter komt terug van de oorlog, denkende dat ze een posttraumatische stressstoornis heeft. Ze ontdekt dat dit niet het geval is en dat er een boosaardige geest aan het werk is. Waardoor het leven dat ze kende volledig veranderd is. Dat klinkt als een horrorfilm. En dat is het ook zeker.
Ik zou zeggen, let's go. Ja? Gaan we lekker op de bank liggen, lekker spoenen, lekker eten. Ik wil big spoon zijn. Heerlijke shoppings. En shillings. Shoppings en shillings. Wat hier zo onder het stof staat in de hoek, wil ik ook zo graag hebben in mijn nieuw huis straks. Alleen ze zijn nergens te verkrijgen op het moment. De PlayStation 5. En zo ik jullie wat vertellen, jongens. Roy, laat hem gewoon staan. Laat hem gewoon verstoffen. En gebruik hem gewoon nog niet, want hij zit voornamelijk op zijn computer. Dus doodzonde eigenlijk. In ieder geval de film die we net hebben gekeken. Ik ga het niet eens vertellen tegen jullie, want de film die we hebben gekeken was echt als een horrorfilm. Jullie hebben de beschrijving gehoord en denken, nou, klinkt wel goed. Maar hij was slecht, jongens. Special effects, verhaal was sloom. Redelijk slecht geacteerd. Nou, dat was echt, het sloeg nergens op. Maar we hebben wel lekker gechilled op de bank. Ik heb mijn vlog helemaal geëdit. En anders niks. Dames en heren, dit was de vlog en anders niks. Ik ga oprecht nu de vlog afsluiten. Het was een heerlijk dag. Ik hoop dat jullie meegenoten hebben. Het was helemaal top. Mocht je nou genoten hebben, vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! Oh. Kijk, je is goed.